Hallo mooie mensen en welkom bij een nieuwe video. Voor als je nieuw bent, mijn naam is Kushi en ik vind het heel erg leuk dat je er vandaag bij bent. Zoals je misschien al aan de beelden een beetje kunt zien, film ik vandaag met een nieuwe camera. Ik ga jullie zo allemaal laten zien wat voor camera dat is. Maar eerst ga ik lekker naar de orde van de dag. Wat ga ik vandaag doen? Het is vandaag vrijdag 27 november, Black Friday. En ik had gisteren eigenlijk een beetje een off day. Ik denk dat we dat allemaal wel een keertje hebben. Gewoon even een dipdag. Dat alles gewoon even niet heel erg mee zit. Dus ik dacht, ik ga mezelf vandaag eventjes verwennen. Dus vandaag ga ik alles doen, maar vooral alles eten wat ik heel graag wil. Dus dit hoeft voor mij niet per se te betekenen dat het allemaal junkfood is. Zo ben ik vanochtend begonnen met een lekkere fruitsmoothie. Maar dat houdt wel in dat ik gewoon lekker ga eten waar ik zin in heb. Ik weet nu eigenlijk al dat ik vanavond wel zin heb in een lekkere pizza. Dus dat gaat er sowieso aankomen. Ik ga zo meteen ook nog eventjes naar de supermarkt. Want ik moet dus even nog een paar dingetjes kopen. Maar ik ga ook gewoon lekker doen waar ik zin in heb. Dus waarschijnlijk wordt het films kijken, kleuren, lekker naar buiten, een lekkere wandeling maken, van alles. Dus ben je benieuwd wat ik ga doen? Maar vooral wat ik ga eten, blijf dan lekker hangen. Normaal gesproken begin ik de dag vaak met een workout, maar ik heb best wel last van mijn rib. Ik denk dat het gewoon heftige spierpijn is, maar deze is net iets vervelender dan normaal. Dus ik ga vandaag geen workout doen, maar ik ben in ieder geval wel van plan om eventjes te bewegen. Dus wel eventjes naar buiten te gaan, maar dat zien we allemaal later. En dit is de camera. Een Sony ZV-1, als ik het goed zeg. Met de standaard er ook bij. Ja, de Sony camera voor vloggen eigenlijk. Ik heb deze bij verschillende vloggers ook gezien. En ik vond het beeld gewoon zo mooi dat ik dacht, yes, die wil ik. Het is wel een beetje een investment. Maar omdat het nu Black Friday is, zijn ze eigenlijk gewoon veel goedkoper. Echt een paar honderd euro goedkoper. Dus ik dacht, ja, dit is het moment. Ik wil namelijk vanaf volgend jaar twee keer in de week gaan posten. Eén video die ik nu eigenlijk normaal gesproken ook al post, iedere woensdag. En dan waarschijnlijk op de zondag nog een weekvlog. Let me know als jullie denken dat dit een andere dag moet zijn. En ik ben daarnaast ook heel erg benieuwd wat jullie willen zien in die weekvlogs. Willen jullie vooral eten zien? Willen jullie misschien meer personal life zien? Meer werkdingen als het dan ook weer gaat lopen? Dus laat het lekker weten in de comments. Wat willen jullie zien voor de weekvlogs? En wat vinden jullie een geschikte dag, geschikte tijd? Ik zit nu zelf aan zondag te denken. Ook gewoon om 9 uur. Dat ik de tijden hetzelfde hou. En dan kan het eigenlijk van alles zijn. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie input. Voor de rest, ik heb een nieuwe trui aan. Dit heb ik echt in een maat XL gekocht. Ik vind het gewoon heerlijk om oversized truien aan te hebben. Een blouseje heb ik eronder om het wat lichter te maken. Een legging van de Zara. Hij loopt een beetje als een flare pants. Let niet op de afval, het zijn mijn kerstcadeautjes. En gewoon lekker een sleek bun. Rode eyeliner. Which I love is gewoon met rode lipstick gedaan. Maar goed, dat is mijn outfit. Dat is de camera. En ik ga nu lekker naar buiten om wat spulletjes te halen. Deze heerlijke linzensoep eten. Er zijn echt maar weinig soepen in de Albert Heijn die vegan zijn. Heel veel zijn wel vegetarisch, maar daar zit er toch vaak iets van room of melk of in ieder geval zuivel bij. Maar eigenlijk, volgens mij is dit de enige
Albert Heijn bio soep, die dus vegan is. En linzensoep. En ik ga er gewoon lekker een broodje met wat hummus bij eten. Dus best wel simpel. Ik had vanochtend geen citroenen meer, dus ik heb geen citroen tegenomen. Dus die ga ik nu wel lekker drinken. En ja, dat gaat mijn lunch zijn. Tijd om mijn lunch op te eten. Ondertussen ga ik eventjes een programma kijken. Het programma dat ik kijk heet Explained. En je hebt eigenlijk elke... Volgens mij hebben ze nu wekelijks ook nieuwe afleveringen. Dat het weer over iets anders gaat. Nu gaat het over wiet. Dat is wel heel interessant. En ondertussen mijn lekkere lunch. Mijn linzensoepje met de broodjes. Started paying Mexico to spray their marijuana fields with herbicide in 1975. So Americans started making a lot more of it themselves. Ik heb hier de Time Out robuuste koeken. Deze heb ik nog niet eerder geprobeerd. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik zag deze op Instagram, geloof ik. Sommige producten staan niet per se bij dat het vegan is. Net zoals bijvoorbeeld lotuskoekjes. Dat staat er niet per se op. Maar dat zijn ze wel. In ieder geval die zonder melkchocola. Bij deze hetzelfde. Als ik de achterkant check, zitten geen dierlijke producten in. Maar goed, zoals ik al zei, ik heb ze nog nooit eerder gehad. Dus ik ga ze gewoon nu lekker proberen. Oké, één ding wat me sowieso opvalt is dat ze niet zo robuust zijn als dat ik dacht. Het zijn gewoon prima koekjes, goede grootte. Maar als ik naar de verpakking kijk, even kijken of ik het kan laten zien. Zien ze er echt heel robuust uit. En dat zijn deze niet. Dus dat is enigszins een beetje een tegenvaller. Maar ja, laat ik het gewoon lekker gaan proberen. Cheers! Mond leeg. Ik dacht dat de koekjes veel zachter zouden zijn. Maar ze zijn wel echt crunchy. Heel erg lekker. Ik proef wel gelijk heel veel suiker. Dus mijn gehemelte die gaan helemaal samen. Dus ze zijn niet helemaal hoe ik ze had verwacht. Maar ik vind ze wel heel erg lekker. En eigenlijk ook wel wat ik vandaag gewoon nodig heb. Lekker simpel, lekker zoet, lekker chocola, lekkere koekjes. Ik ga denk ik zo meteen nog eventjes een filmpje kijken. Ik heb er wel heel veel zin in. Ik denk dat ik vandaag gewoon een filmmarathon ga houden. Of wacht, nee. Wat ik ga doen, ik ga even een paar koekjes eten. En dan ga ik gewoon lekker naar buiten. Ik wil nog even een wandeling maken. En ik vind het fijner om in het park te wandelen als het nog licht is. Dus dat ga ik zo meteen doen. En dan zie ik jullie zo meteen. Yes, ik ben lekker in het park. Het is echt lekker weer. Ik vind het echt altijd heel lekker om gewoon naar buiten te gaan. En zeker nu in deze tijd dat je niet zo heel veel meer kan doen, kan je altijd nog lekker naar het park gaan. Lekker naar buiten. Ik ben zo blij dat ik dicht bij het park woon. Ik vond het ook echt wel belangrijk. Ik woon in Amsterdam-West. En ja, Rembrandtpark is redelijk dichtbij. Dus dat is super fijn. Daar ga ik ook heel vaak heen. Gewoon lekker wandelen, niet zoveel doen. Ik heb nu een muziekje op. Maar ik heb ook heel vaak een podcast aan. Gewoon iets om naar te luisteren. Of misschien wel ik zelfs wel met iemand. En soms vind ik het ook heerlijk om gewoon lekker naar de dieren te kijken. Je hebt altijd eendjes in het water. Heel veel vogels hier omheen.
Dus ja, super chill. Dus ik ga nu ook lekker even een stukje wandelen. Want anders dan zit ik de hele dag binnen en dat vind ik niet fijn. Dus even een stukje wandelen en genieten van de natuur. Was echt super fijn. Lekker naar buiten, lekker in de buitenlucht. Nu heb ik heel veel zin in een theetje. Soms dan doe ik gember in mijn thee, soms. Oh, geen beeld. Soms doe ik gember in mijn thee, soms verse munt. Maar als ik eigenlijk thee drink, doe ik eigenlijk altijd losse theeblaadjes. Deze is al bijna op. Maar dit is de groene thee Tropical. Ik heb ook nog een witte thee en volgens mij ook nog een basisgroene thee. Ze zijn alle drie van Pit & Pit. Ik vind het een heel fijn merk. Hele lekkere theetjes hebben ze. Ik zie hier dat het uit België komt. Maar deze drink ik eigenlijk al heel lang en ik ben er echt super blij mee. Elke keer weer zoveel smaak en ik vind het zoveel lekkerder dan gewoon een normaal theezakje eigenlijk. Dus ik doe meestal iets van 2 handjes of zo. Doe ik erin. Ja. Dekseltje erbovenop. En dan gaat hij er zo in. Even kijken hoor. Het is nu bijna 5 uur. Ah, ik kan het niet zien. Maar het is bijna 5 uur. Dus ik wacht nog wel eventjes met eten bestellen. Ik ga lekker een Domino's pizza bestellen, zoals ik al eerder zei. Daar heb ik echt zin in. Maar voor nu ga ik nog eventjes relaxen. Even tot rust komen. Theetje drinken. Iets kijken. That's it. ASAP, but I think it's just the same process of changing and adapting. Sorry voor deze fantastische angle weer. Maar voordat ik mijn eten ga bestellen, wil ik nog eventjes gebruik maken van Black Friday. Ik heb namelijk een paar jaar een JBL-boekje gehad. Een JBL Charge 4, geloof ik. Nee, een JBL Charge 3 heb ik gehad. Alleen na een paar jaar is die toch kapot gegaan. En ik wilde eigenlijk gewoon een nieuwe kopen. Normaal gesproken zou ik misschien kijken of ik het zou kunnen laten repareren. Maar door zeg maar, de emotionele waarde die er aan hangt, wil ik eigenlijk gewoon een nieuwe kopen. Dus ik dacht, Black Friday Week is daar eigenlijk wel gewoon perfect voor. Daarnaast zag ik ook nog een aantal toffe schoenen. Als het lukt ga ik het ook eventjes in het beeld brengen. Maar er waren schoenen die ik heel erg tof vond van Converse. Dus daar ga ik eventjes naar kijken. En ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn. Maar je hebt tegenwoordig ook een aantal onderbroeken die je kan dragen als je ongesteld bent. Deze vangen het bloed op. Waardoor je eigenlijk geen maandverband meer nodig hebt. Ik heb er een tijdje geleden, ik denk echt alweer een paar maanden terug, heb ik er eentje gekocht. En ik moest eerlijk gezegd wel eventjes eraan wennen. Omdat ik zo gewend was aan maandverband eigenlijk. In ieder geval voor de nacht dan. Maar ik vond het zo chill en zo fijn. En het is natuurlijk ook een stukje duurzamer. Omdat je niet elke keer weer nieuwe pads in je onderbroek doet. Maar gewoon één onderbroek hebt die je gewoon kan wassen. En daar wil ik eigenlijk nog wel eentje van kopen. Maar ik wil eigenlijk even kijken of daar misschien ook een Black Friday deal van is. Want die onderbroeken zijn best wel prijzig. Maar goed, dat is wat ik ga doen. En ja, we will see. Ik hoop dat ik kan slagen. Oké, ik heb best nog wel eventjes gewacht met de pizza bestellen. Het is nu 7:45. Maar ik was nog best wel vol van de lunch eigenlijk. En misschien ook wel van de koekjes. Al denk ik niet dat dat me heel erg gevuld heeft. Maar goed, ik heb net mijn pizza besteld. Ik heb net ook eventjes goed gebruik gemaakt van de Black Friday deals. Dus ik heb mijn boekje besteld.
Ik heb ook nieuwe Converse besteld. Zoals je waarschijnlijk kan zien, zijn ze gemaakt van duurzaam leer. Ik weet niet precies wat duurzaam leer betekent, maar ze zijn dus niet vegan. Zoals ik ook in een eerdere video zei, probeer ik gewoon zo bewust mogelijk bezig te zijn met wat ik koop en wat ik eet. Maar ik heb ook tegen mezelf gezegd dat ik me er misschien niet altijd aan zou kunnen houden. En dat ik vooral gefocust ben op een vegan dieet. Dus don't come for me dat ik nu leren schoenen heb gekocht. Ik ben heel benieuwd hoe ze eruit zullen zien in real life. Wat ik heb gezien zag er echt heel tof uit. So I'm very excited. Ik ben nu ook bezig met andere schoenen te bestellen. Het zijn een soort van Chelsea boots. Maar die zijn gelukkig niet echt leer. Dus daar ben ik dan ook wel weer blij om. En ik heb ook wat haar en bodyolie gekocht bij Natural Heroes. Ik heb wel eerder bij hun besteld. En ja, eigenlijk vind ik hun olie gewoon heel chill. En ze hebben nu ook allemaal Black Friday deals. Dus daar heb ik ook even gebruik van gemaakt. Dan heb ik voor vandaag wel weer genoeg gekocht. Eigenlijk wel voor dit jaar. Dus ja, voor nu is het gewoon prima. Heel soms moet je jezelf gewoon even treaten. En dat heb ik vandaag dus gedaan. Maar goed, ik ga wachten op mijn pizza. Ik ben gegaan voor een spicy one. Ik haal... Of nee, hij is niet eens spicy. Normaal gesproken ging ik altijd voor de spicy. Ik heb nu een vegan veggie pizza gekocht. En dan doe ik de jalapeno's eroverheen die ik dus vanmiddag heb gekocht. So stay tuned, because it's gonna look delicious. Iets wat ik trouwens nog wel eventjes wil zeggen is dat de items die ik vandaag heb gekocht, dat ik die eigenlijk normaal gesproken al koop. Dus dat het eigenlijk gewoon herhaal. Bestellingen zijn, ja, herhaalbestellingen. Dus wees er wel alert op dat je niet overdadig bestelt. Dus misschien 20 items koopt waarvan je 19 terug gaat sturen. Ik ben daar altijd wel heel voorzichtig mee. Dat als ik denk, oké, dit zijn items die ik echt wil hebben. Dus deze stonden ook al echt een tijdje op mijn wishlist. Dus ik denk daar zeker wel heel bewust over na. En vaak hou ik eigenlijk ook wel in gedachten dat als ik het toch niet wil houden, dat er dan toch nog een winkel is in Amsterdam waar ik het dan kan terugbrengen in plaats van dat ik het weer terugstuur. Maar goed, daar ben ik dus zeker wel bewust mee bezig. Oké, mijn pizza is al een tijdje op. Wat ik eigenlijk nog eventjes aan jullie mee wilde geven is in de laatste video die ik had geüpload en wat ik eet op een dag video, zagen jullie dat ik deze Holland en Barret, ik weet nooit hoe je het uitspreekt, maar deze biologische appelazijn uitprobeer. Nu moet ik zeggen, sinds ik dit drink, ik drink meestal 1 dopje of soms 2 dopjes en dan doe ik er eigenlijk gewoon een glas water bij. Sinds ik dat drink, merk ik echt dat mijn huid veel beter is. Dus nu heb ik bijvoorbeeld ook geen foundation op en ik heb gewoon eigenlijk vrijwel geen pukkeltjes. Dus daar ben ik echt heel blij mee, want ik heb de laatste tijd best wel gehad dat ik gewoon toch wel wat pukkeltjes kreeg, terwijl ik er eigenlijk nooit echt last van had. Dus ik ben blij dat dit eigenlijk gewoon helpt. Ik denk dat ik onbewust ook wel meer water drink, dus dat helpt ook altijd wel wat mee. Ik ga voor vanavond alleen nog een beetje popcorn eten. Mijn batterij was net leeg en ik kon niet wachten met het alvast openen. Dus hier ga ik zo meteen nog even een beetje van opeten. De bananenchips bewaar ik tot een andere keer, want ik zit best wel vol, ondanks dat niet heel veel heb gegeten. Maar blijkbaar had ik vandaag niet zo heel veel honger. Maar goed,
Dan was dit in ieder geval de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mocht je dit nu een leuke video vinden, vergeet hem dan niet te liken. En mocht je de video toch tot hier hebben gekeken en ben je nog niet geabonneerd, dan kan je dat net zo goed gaan doen. Als het goed is, zie je een hele grote rode knop. Druk daarop. Druk tegelijk ook eventjes op het bel-icoon. Dan krijg je elke keer een notificatie als ik een nieuwe video post. En bovendien is het helemaal gratis. Dan wil ik je nogmaals hartelijk bedanken voor het kijken. Wens ik je nog een hele fijne week. En dan zie ik je volgende week weer. Doei doei!